Wij gaan morgen op zoek naar nieuw talent van 65 plus. Op zoek naar een coole 65-plusser, omdat dat programma er binnenkort aankomt. Talpa heeft dat aangekondigd. In Nederland gaan ze er volgend jaar mee beginnen. Met The Voice. The Voice voor coole 65-plussers. Mm-hmm. We gaan het morgen vroeg alles uitproberen. Kandidaten kunnen zich nog altijd aanmelden. Maar we hebben een jury ook. Misha Mara gaat in de jury zitten. En ook een meneer die met zijn pseudoniem Dennis Pers heeft meegeschreven aan heel veel bekende Vlaamse liedjes. Zoals dit hier. Marijke. Ja? Maar ook dit hier van Laura Lee. Zalig. Ook aan meegeschreven, ook dit hier. Oh, het hele oeuvre van Laura Lee. Ja. Heeft hij aan de tekst meegeschreven? Van Sweet Caroline, van Christophe. Van Get Ready. Van Het Vuur. Maar ook deze hier. Zie ze doen. Ah, Nils William. Nils William, inderdaad. De rode duif. Van Wiltura heeft hij aan meegeschreven. Movento van Wiltura ook. In min van de straten. Weet je nog? Dat was Spaanse, weet je? En dit hier ook zelfs. Hier rond. Als een leeuw in een kooi van Willy Sommers. Dat was zijn pseudoniem Dennis Pers. Ik wist dat eigenlijk allemaal niet. Ja, je kent hem vooral van dit instrumentje. Hè? De banjo. Jo, met de banjo, goedemorgen. Dag, Jo. Goedemorgen, hey Ben. Hallo. Wat een carrière heb jij, Jo. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is een beetje in de, achter de gordijnen zo, hè. In alle stilte, met de schuilnaam, de naam van mijn mama, die vroeg overleden is, was een beetje een, ja, een beetje eerbetoon aan haar ook. En daarom dat, het was eigenlijk leuker van dat onbekend bleef. Wat ik zo, ik schrijf heel graag, ik ben van opleiding, ik heb Germaans gestudeerd, dus Nederlands is mijn lievelingsvak, dus dat was zo'n beetje het insteek. Ja, want jij bent voor de rest, oh, je bent begonnen op de radio, Radio 2 als DJ in de jaren 60. Ja. Maar mensen ken je misschien, als je ooit naar 10 om te zien zijn gaan kijken, dan was je toch publieksopwarmer, hè? Jarenlang. Ja. Ja. Heb ik 20 jaar gedaan, van de eerste, van de nulopname eigenlijk in de Manhattan, tot de allerlaatste in 2009. Mo. En jammer genoeg afgevoerd, want dat was natuurlijk een beetje een begrafenis eerste klas voor de Vlaamse muziek. Maar ja, dat is, ja. Ja, jammer genoeg. Jammer, maar je bent nog altijd publieksopwarmer op televisie, nog altijd geloof ik, hè? Ja, ik doe de 7 dag bij de collega's op zondagmorgen. Dat is wel iets anders, hè? Ja, maar om te zien publiek. Dat is wel leuk, want ik heb ook altijd in de politiek gezeten, nog altijd trouwens, en dat interesseert mij. En de 7 dag vind ik een heel interessant programma. Dus, ja, je bent SPA-politicus. Beïnvloed je de mensen dan zo van als John Crobé straks iets zegt? Roep maar jij. En als iemand anders, als een open VLD of een NVA zegt, boe! Ja, dus? Nee. Ik heb eerbied en respect voor iedereen die zijn kop opsteekt in deze moeilijke tijd. En dat is ons zo noemen. Zeg, jij wordt morgen jurylid, hè? In onze Idool voor Coole 65 plus. Ja, dat vind ik super. En de Voice Senior of 65 plus, zoals het voorlopig heet, als werktitel. Ik heb het geluk gehad om ook voor ZTM de opwarming te mogen doen in de tijd van Idool. En dat was het al. Ja, right. Prachtig. Natalia weten geboren worden enzovoort. Wow. Dus dat zijn. Ik vind The Voice een heel leuk concept. En het is gewoon de luisteren naar de stem en kijken of daar iets in zit waar we iets kunnen mee doen. En naast Misha is een absolute eer. Misha is een grote dame in de Vlaamse muziek. Dus ik hoop dat we ons daar goed kunnen amuseren. Ja, je gaat misschien nog een liedje voor de winnaar kunnen schrijven, Jo. We zullen zien. Maar ik vind het leuk om het oudere mensen daar toch een kans te geven. Want er zijn dingen die soms opbloeien. Als je een beetje ouder wordt. En ik vind het echt wel een heel leuk idee van dat een keer uit te proberen. Jawel. Super. We gaan dat doen morgen vroeg. Inderdaad, Misha maar in de jury. Jij in de jury. Kandidaten mogen zich nog het laatste moment nu wel horen om je in te schrijven. Dan maken we een selectie. En morgen vroeg gaan we dan luisteren naar coole 65-plussers die gaan zingen bij ons in de studio. Kijk er nu al naar uit. Yo met de banjo. Tot morgen. Tot morgen. En breng het mee, hè. Yep. Oh. De banjo bedoel ik, hè. Ja, maar is goed. Ik breng er mee. Ah, oké, dat is goed. Tot morgen. Bye.